Een automobilist is donderdagochtend rond 11 uur tegen een portiek van een woning aangereden in Oegstgeest. Politie, brandweer en ambulance werden gealarmeerd, maar beide inzittenden bleken medisch niks te mankeren. De bestuurder bleek na controle van de politie niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Het voertuig werd geborgen en de woningbouwvereniging gaat zorg dragen voor afhandeling van de schade aan de gevel van de woning en de hekjes buiten.